Dit jaar bestaat het merk Volkswagen 80 jaar. En dit jaar is het 70 jaar geleden dat AMS met het merk Volkswagen begon. Dus een duik in het verleden. Ja, en hoe kan het nou beter aan de hand van drie iconische Volkswagens? De Golf GTI, de allereerste hot hatchback. Het busje, de Volkswagen T1, oftewel de Type 2. Ja, en de auto waar het natuurlijk allemaal mee begon. De Volkswagen Kever. In 1937 bedachten ze hem en 1938 ging die in productie. En uiteindelijk, het is bijna niet voor te stellen, werden er 21,5 miljoen van gebouwd. En daarmee is het nog altijd de best verkochte auto ter wereld. Oh ja, de Volkswagen Golf dan, zul je denken. Daar zijn er inderdaad meer van geproduceerd. 30 miljoen, zelfs ruim 30 miljoen. Alleen, dat is wel voor alle generaties opgeteld. En die Kever in originele vorm, dat bolletje van dat autootje, 21,5 miljoen. Hij is natuurlijk hartstikke klassiek, hè? De Kever. En toch, deze auto heeft de basis gevormd voor het huidige Volkswagen. Volkswagen dat behoort tot de grootste concerns in de wereld. En dan is die zo vreselijk herkenbaar. Hè? Iedereen weet wat dit is. Het kevertje. En ja, de auto kreeg niet voor niets een aantal belangrijke rollen in bijzondere films. En het heeft zelfs Volkswagen uiteindelijk geïnspireerd tot het bouwen en verkopen van een moderne versie. De Beetle. Horen jullie de overeenkomst? Net als het kevertje, het motortje helemaal achterin. En net als het kevertje is het motortje luchtgekoeld. Boxermotortje. De gedachte destijds was, als je een luchtgekoeld motortje hebt, dan loop je geen risico in de winter met vorschade. Want een watergekoeld motortje, er zit water in, vocht. Vocht zet uit als het bevriest. Allemaal narigheid heeft deze niet. En het klinkt, hè. Ik heb hem een beetje hoogstationair lopen nu. Het klinkt zo mooi. We kennen hem natuurlijk als Volkswagen T1, maar de eigenlijke naam van dit busje is Type 2. En dat is wel weer logisch, want het was het tweede model dat Volkswagen in productie nam. Het eerste model, inderdaad, dat was de Kever. En misschien wel het mooiste verhaal aan de T1, de Type 2, maakt niet uit hoe we hem noemen, is het feit dat de Nederlandse ondernemer Ben Pom verantwoordelijk is eigenlijk voor de komst van dit busje. Hij was in de fabriek in Duitsland, had daar een gesprek en zag daar een platte wagen. Een soort autootje met een kevermotortje en een grote platte plaat. En daar werden dan spulletjes op vervoerd door de fabriek. En hij zag dat zo, hij dacht, dat is handig, maar dat kan nog handiger. Als ik er nou een huifje zo op zou tekenen, op zou bouwen. Nou, afijn, de tekening bestaat nog steeds en de T1... is er ook. En inmiddels is er een hele geschiedenis aan Volkswagen busjes. Van T1 tot en met T6. Een gigantische stap voorwaarts in de geschiedenis van het grote Volkswagen werd gemaakt in 1974. Toen kwam Volkswagen met de Golf. Een technisch gezien innovatieve auto. Want voorwielaandrijving. Natuurlijk een watergekoelde motor voorin en ja, tegenwoordig vinden we dat heel normaal, hè? Een modellengamma, één model en allerlei varianten van leverbaar, maar dat was destijds helemaal niet zo gangbaar. En wat dachten ze bij Volkswagen? Dat gaan wij wel doen. En ze kwamen met de Golf en van die Golf had je verschillende motoren, verschillende uitrustingsvarianten en ja, ook een diesel en na een tijdje ook een cabriolet en na een tijdje ook een GTI 1976. De Golf GTI, iconische auto, 800 kilo, 110 pk. Het was een hot hatchback. En die auto zou uiteindelijk een hype creëren. Want nadien kwam elke autofabrikant met een snelle gezinsauto. Maar dit, de Golf GTI, is de grondlegger van het fenomeen
hete hatchback. In 1976 kwam die GTI, maar deze Gran Turismo injectie, want daar staat het voor, die kwam in 1979 op de markt. En het is een puntgaaf exemplaar. Het is natuurlijk gewoon een Golf, hè? Een driedeurs Golf. Maar dan die kleine dingen, die doen het hem. Dat zwarte afwerking aan de binnenkant van de achterklep of die kunststofrand. Het zijn die kleine details, maar die maken hem herkenbaar als GTI of de stalen wieltjes. Dus geen licht metaal, hè? Stalen wieltjes. En deze hier bijvoorbeeld. Dat rode. Maar uiteindelijk, vooral achter het stuur, hè, de dynamiek, dat elegante, die betrokkenheid bij het rijden. Een lichte auto met lekker veel vermogen en een heerlijk uitlaatgeluid. Dat is dus de Golf GTI. Drie markeringspunten in de geschiedenis van Volkswagen. Drie markeringspunten ook in de geschiedenis van de automobiel. Ze begonnen alle drie hun carrière als doodgewone Volkswagens. Inmiddels kostbaar, begeerd. De T1, prachtige auto. De Kever en de Golf GTI. Ja, ze hebben autofabrikanten verleid tot het bouwen van soortgelijke auto's. En nu vormen ze het fundament van het grote Volkswagen-concern.